Want eigenlijk rapporteer je, er is geen probleem. Maar er is wel een probleem, want je maakt gewoon te weinig rendement om straks in de toekomst alle pensioenen uit te kunnen betalen. Het voordeel daarvan is dat je het korten van pensioenen, dat je dat nu uitstelt, dat dat nu niet hoeft. Nou ja, daarvan kan je zeggen dat is mooi. Maar je zal dan over 2, 3 jaar zal je alleen nog maar meer moeten gaan korten. En je verschuift het probleem dan ook van de huidige generatie naar toekomstige generaties. En dat is ook iets wat we niet moeten willen. Mijn bezwaren tegen het gebruik van een gemiddelde rekenrente is eigenlijk dat we onszelf daarmee rijk rekenen. DNB heeft aangegeven dat per jaar einde 2011 verzekeraars en pensioenfondsen hun verplichtingen mogen gaan waarderen op die gemiddelde rekenrente van de afgelopen 3 maanden. Ze hebben daarbij aangegeven dat het is een tijdelijke maatregel is. Eigenlijk beantwoorden ze daarmee een roep, ook vanuit de maatschappij, vanuit Den Haag en vanuit een aantal wetenschappers, om niet de actuele marktrente te hanteren, omdat die wel heel erg laag is. En er wordt ook gezegd van nou, gemiddeld maak je veel meer, omdat het ook langetermijnverplichtingen zijn, dan die actuele marktrente. Dus laten we gaan waarderen op een gemiddelde rekenrente. Nou ja, vanuit met name Den Haag wordt geroepen van zou je dan niet 4, 4,5% moeten hanteren? Het probleem wat je daarmee hebt is dat stel dat de rente de komende tijd, de komende 2, 3 jaar nog laag blijft, dat je dan achter de feiten aan gaat lopen, want dan maak je die gemiddelde rekenrente, maak je niet. En daarmee lopen de tekorten bij pensioenfondsen en verzekeraars lopen eigenlijk alleen maar verder op, wat het pensioenprobleem verder naar de toekomst projecteert. Beleggingen van en verplichtingen van pensioenfondsen en verzekeraars worden niet hetzelfde gewaardeerd. Nee, dat klopt. Die worden niet hetzelfde gewaardeerd. Dat is jammer. Daardoor is de vergelijkbaarheid is niet goed. Verzekeraars waarderen nog op basis van de meeste tenminste, op basis van een vaste rekenrente. En toetsen dan hun verplichtingen op basis van een actuele marktrente. Pensioenfondsen zitten al veel meer op die actuele marktrente. En wij vinden dat verzekeraars ook zo snel mogelijk over zouden moeten gaan naar waardering op basis van een actuele marktrente. Gelukkig is daar Solvency II, dat is nieuwe toezichtsregelgeving voor verzekeringsmaatschappijen. En Solvency II zegt dat er ook gewaardeerd moet gaan worden op een actuele marktrente. Wat jammer is dat Solvency II nu uitgesteld wordt naar 2014. Nou, op zich is dat niet heel erg, dat geeft verzekeraars meer tijd om ook aan die regelgeving te gaan voldoen. Dat is goed. Echter, er zijn nu geruchten in de markt dat het nog verder uitgesteld gaat worden naar 2015 of 2016. En dat is wat ons betreft als actueel genootschap, is dat niet wenselijk. Als we praten over de Nederlandse Bank, hoe zou het beleid van de Nederlandse Bank op de korte of de lange termijn moeten zijn ten opzichte van de rekenrente? Nou, in ieder geval zou de Nederlandse Bank duidelijkheid moeten geven. En nu hebben ze gezegd. We gaan tijdelijk uit. Tijdelijk mag men een gemiddelde rekenrente gebruiken, waarbij men het gemiddelde hanteert van de laatste 3 maanden. Nou, in januari, dat heeft men per december gedaan. In januari heeft men aangegeven, ook voor per eind januari mag die gemiddelde rekenrente mag gehanteerd worden. Maar het is denk ik wenselijk, zeker nu we worden vanuit de crisis waar we nu in zitten, dat de DNB duidelijkheid gaat geven over hoe tijdelijk is de maatregel. Kunnen verzekeraars, pensioenfondsen daar ook langer wordt het gebruik van maken? En wanneer gaat de DNB die maatregel terugdraaien? Is het goed om zo specifiek te kijken naar de rekenrente of moeten we het in het geheel breder zien? Nee, ik denk dat het belangrijk is om de pensioenproblematiek breder te zien. Wat wij als actueel genootschap, wij brengen eens in de 2 jaar brengen we nieuwe overlevingstafels brengen we uit. Daaruit blijkt eigenlijk iedere keer dat we steeds ouder worden. Dus de vergrijzing is een belangrijk probleem daarbij. We zijn dan als actueel genootschap ook blij met het pensioenakkoord. Echter, ik denk dat dat op korte termijn ook verder uitgewerkt zou moeten worden. En dat we ook op korte termijn zouden moeten kijken, moeten we niet eerder de pensioenleeftijd naar 66 gaan verhogen. Dus niet in 2020, maar bijvoorbeeld al in 2015.
zodat we de problemen die we hebben nu rondom de pensioenen structureel gaan oplossen.